Veel bedrijven stellen de jaarrekening natuurlijk eenmaal per jaar op en zien dat ook als een eenmalig proces. En eigenlijk moet je het zien als een voortvloeisel van het proces van administratie doen gedurende het hele jaar. Dus dat het een routinematig proces is. En niet dat er allerlei bijzondere punten pas per jaar einde worden behandeld, maar het hele jaar al worden opgepakt. En niet dat er verrassingen zijn per jaar einde voor de jaarrekening. Een stukje cultuur hoort er altijd wel bij, dat is ook wat we behandelen in de cursus. Het gaat over processen, het gaat over systemen, maar ook over een stukje cultuur bij de mensen zelf. Dat ze eraan wennen, dat ze continu bijblijven gedurende het jaar op de administratie. En niet pas per jaar einde naar de bijzondere posten gaan kijken. Ja, het belangrijkste is eigenlijk dat je een goede voorbereiding hebt en ook alles goed afstemt, bijvoorbeeld met je accountant. De accountant zal de jaarrekening naar alle waarschijnlijkheid gaan controleren. Dat je goed met elkaar afstemt, wat wordt het tijdspad, wat zijn de bijzondere punten in de jaarrekening, wat verwacht de accountant eigenlijk te ontvangen qua specificaties en toelichting op alle items in de jaarrekening. En dat je dat goed met elkaar afstemt. Wat wij bedoelen met de dunnere jaarrekening is dat wij bij veel middelgrote bedrijven, of ook de wat grotere bedrijven zien dat er veel wordt opgenomen aan toelichting in de jaarrekening wat er niet toe doet. En dan kan het zo zijn dat de gebruiker van de jaarrekening allerlei informatie tot zich moet nemen wat voor hem niet interessant is. Dus wij zeggen altijd, kijk goed naar de gebruiker van je jaarrekening of de gebruiker van financiële informatie. Want je kunt ook nog naast die jaarrekening gewoon een financiële informatieoverzicht maken. En die financiële informatieoverzichten die zijn dan echt afgestemd op de gebruiker. Bijvoorbeeld een bank of een specifieke aandeelhouder die specifieke informatie heeft. Dus kijk goed naar de gebruiker en stem het daarop af. Ik denk dat de jaarrekening steeds digitaler gaat worden. Dus dat veel bedrijven en andere instanties zoals CBS, de Kamer van Koophandel, eigenlijk kunnen inloggen op een portaal, XBRL-portaal. En dat ze daar de gegevens vandaan halen die ze nodig hebben. Dus specifiek voor de gebruiker die gegevens verstrekken en niet meer de totale cijferbrei die het nu zo af en toe is. Drie tips. Ik denk een hele goede voorbereiding, zowel binnen je bedrijf als met de accountant is van belang. Tweede is goed op de hoogte zijn van alle bijzonderheden, wet en regelgeving en dergelijke. En een derde is, kom naar ons seminar, want dan vertellen we jullie nog veel meer.